de maximumsnelheid als voorbereiding voor de ruimtevaart. Hier hoef je tenminste niet in de rij te staan voor de attracties. Land veilig op het doel als voorbereiding voor noodsituaties tijdens de ruimtevlucht. Je moet steeds opletten hoe ver je al bent. De grond kan heel snel dichterbij komen. Situaties tijdens de ruimtevlucht. Je moet steeds opletten hoe ver je al bent. De grond kan heel snel dichterbij komen. Veilig op de grond, Popper. Verlies je Bob denkt dat je met een beetje oefenen al gauw heel nauwkeurig kan. Ik kijk alleen maar naar je en ik ben al doodsbang. Maar ja, ik heb dan ook vreselijke hoogtevrees. Land veilig op het doel als voorbereiding voor noodsituaties tijdens de ruimtevlucht.
steeds opletten hoe ver je al bent. De grond kan heel snel dichterbij komen. Pepper, je bent gelukkig nog heel. Dat betekent dus dat je kunt parachute springen. Mij wil je dat nooit zien doen. Ik heb verschrikkelijke hoogtevrees. Pepper, ben je hier om mij te helpen met mijn bouwprojecten? Jij moet hier helemaal niet zijn, Pepper. Je moet naar de spaceport. Hoi, Pepper. Ben je hier in pizzadienst of kom je gewoon een praatje maken? Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. We zijn opgestegen.
Stuur het ruimteveer door een asteroïdenveld tijdens de reis naar Ogul. Zou bij thuiskomst wel een likje verf kunnen gebruiken, hè, Peppa? Hallo? Hallo? Pepper, hoor je me? Pepper, kun je me horen? Luid en duidelijk, Bob. Ik ben door een asteroïdengordel gekomen. Cool. Oh, goed gedaan, Pepper. Mooi werk. Maar ik ben bang dat je met dat ruimteveer niet kunt landen. Je moet je schietstoel gebruiken en met je parachute in Ogul landen. Wat? Waarom? Nou, het schijnt dat Dondersteen het landingsgestel heeft gestolen. Dus je zult wel moeten springen. Oké, Bob. Het is maar goed dat ik dat parachutespringen geoefend heb, hè? Land veilig op Ogul, ga door de ringen en vermijd alle obstakels die je op je weg naar beneden tegenkomt. Sommige van die asteroïden leven. Parachutetraining die Technician Bob zo graag wou geven, heeft je echt geholpen, Pepper. Ik denk dat ik mijn ogen toch wel aardig vaak open heb gehad.
Maak genoeg pizza's om alle burgers van Ogle in slaap te laten vallen. Tere punten voor snelheid, maar je moet nog wel aan je presentatie werken. Wauw, die kakerlaken hebben een feestemaal vannacht. Tere punten voor snelheid, maar je moet nog wel aan je presentatie werken. Zo gaat hij goed, hè, Pepper. Zo gaat hij goed, hè, Pepper. Ouch. Ja! Je kunt maar beter zelf de rotzooi opruimen, Pepper. Wow, die kakerlaken hebben een feestemaal vannacht. Jou! Ja! Tere punten voor snelheid, maar je moet nog wel aan je presentatie werken. Wow, die kakerlaken hebben een feestemaal vannacht. Kijk eens wat schattig, ze vallen in slaap.
Ga naar het dak van het paleis en gebruik superhete pizza om Dondersteen te verslaan. Pizza. Wat verwarrend. Moet niet eten. Te heet. Verdorie. Het ruikt veel te lekker. Wat is dit voor een tinteling? Au. Mijn mond brandt helemaal. Ik kan mijn boom niet meer voelen. Pepper, wat heb je met me gedaan? Papa's nieuwe gloeiend hete Ogle Pizza Speciaal. Dat heb ik gedaan. Oh, water. Help. Ik heb water nodig! Nee, wacht eens even. Ik hoor je niet. Er moet een vergissing in het spel zijn. Openen! Ik ben Dondersteen. Laat me eruit! Ik ben onschuldig, zeg ik je. Help! Oh, het is al voorbij. Ik had me achter de bank verstopt. Zo spannend was het. Bedankt, Pepper. Je hebt tegen alle verwachtingen in toch gezegevierd.